Ron van der Wild, de duidelijke assistentcoach in dit seizoen. Jij moet een heel tevreden en rustig man zijn. Ja, dat kan je wel zeggen. Als je ziet hoe we ervoor staan, als je ziet hoe we spelen en als je ziet hoe de samenwerking met Tim en de ploeg is, ben ik meer dan tevreden. Dan mag ik de teammanager niet tekort doen. En deze wedstrijd, 16-6 tegen ZPB, was eigenlijk toch wel een makkie, hè? Het was een makkie, maar ik moet ook wel zeggen dat ZPB niet compleet was. En dan spelen ze op een 30-veld was het niet gewend zijn. En wij zitten in de winning mood. Wij voelen ons onoverwinnelijk en dan ga je dit soort wedstrijden krijgen. Ja, klopt. Tim Verguulijk, hoe blij ben jij met deze assistentscoach? Zonder Ron had ik hier niet heen gekomen. Dus dat is denk ik wel het juiste antwoord. Ron en ik zijn niet samen aangegaan en we gaan niet samen voor. We hebben jarenlang geleden met elkaar samengewerkt. Ik als speler en hij als coach. En toen zijn we niet alleen trainer, coach, speler geworden, maar ook vrienden. We hebben 4 jaar contact gehouden zonder dat ik bij AZC speelde. Dus dat zegt denk ik al genoeg. En je bent natuurlijk de duidelijke docent binnen dit team, hè? Ja, ik denk dat ik niet alleen trainer ben, maar ook een beetje docent. Dat is inderdaad mijn vak en dat merk ik soms wel eens dat erin meegaat. Maar ja, het werkt, dus prima. Deze wedstrijd timmerde je toch nog op het systeem, hè, binnen de wedstrijd? Ja, tuurlijk. Want als we een beetje frivol gaan spelen en gaan lachen, dan gaat het vaak minder. Dan gaat de tegenstander wat meer scoren. Dus daar zijn wij gewoon niet van gediend. We willen wel zakelijk, we houden heel erg van een lolletje. Maar je moet gewoon zakelijk en binnen het systeem spelen. Dan, als we dat echt de hele wedstrijd hadden gedaan, hebben we er 20 aangetikt. Ron, de eerste helft van het seizoen. Je staat 9 punten voor. Dan moet echt helemaal tevreden zijn. Nou ja, als je 1 wedstrijd verliest bij het Ravijn over de eerste 14, ja, moet je meer dan tevreden zijn. Vergeet niet dat we ook 2-3 wedstrijden met 1 puntverschil gewonnen hebben. En valt dat balletje de andere kant, ja, dan heb je niet 9 punten voorsprong. Dus we moeten wel realistisch blijven. De wedstrijd tegen ZVL was een hele duidelijke. De wedstrijd daarna was echt moeilijk, hè? Ja, maar dat is ook inherent dat iedereen wil van ons winnen. En die komen hier naartoe. En een coach hoeft hun niet op te laden voor die wedstrijden tegen ons. En dan krijgen wij het ook moeilijk. Tim, als jij terugkijkt op de eerste helft van het seizoen? Ja, constant. Een paar wedstrijdjes met 1 of 2 doelpunten verschil winnen. Maar voor de rest heel constant. Ze zeggen wel dat je moet pieken op het juiste moment. Die komt nog, hè, die piek in play-offs hopelijk. Maar ik denk dat wij wel een hele lange piek en hoge piek hebben. En nogmaals een beetje geluk af en toe. Hè. Maar ik denk niet dat je als je een paar keer wint op 1 of 2 doelpunten, dat geen geluk meer is. Maar dat je het afdwingt, daar ben ik echt van overtuigd. Maar dus het eerste seizoen zelf top. Ron, jij bent daar al heel lang over eens. Als je eerste bent in de competitie, dan ben je gewoon kampioen. Maar dan komen de play-offs. Is ook weer een gevaar natuurlijk. Hè? Goed dat je dat hebt onthouden. Ik vind inderdaad dat je na zoveel wedstrijden dat je bent de terechte kampioen. Je kan in de laatste wedstrijden blessures krijgen, schorsingen krijgen. Waardoor je in de kwartfinale als nummer 1 eruit uitgeschakeld kan worden. Kan zomaar gebeuren. Ja. En die play-offs, dat is een hele andere discipline. Het enige voordeel, als je nummer 1 staat bij de play-offs, heb je thuisvoordeel. Ja, dan blijf je ook het thuisvoordeel houden. Dat is zeker een voordeel, want dat spelen we graag in ons eigen bad. Maar wat Ron net al aangaf, ja, het is eigenlijk heel vreemd. Eigenlijk moet je de kampioen, is gewoon aan het eind van de rit kampioen. En dan de rest play-offs speelt, play-outs, mag allemaal. Maar goed, zo is het nou eenmaal. Ze spelen we al jaren en daar gaan we ook voor. Want we willen ook graag wedstrijden spelen. En dan 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Maar en dan als je de halve finale gewoon haalt, waar we toe verplicht zijn eigenlijk. Ja, als je goed in de stand kijkt, de top 7 is knijter aan elkaar gewaagd. Nou ja, dus vanaf de halve finale is het gewoon net iets beter dan de rest. Ja. Nou, de feestdagen komen eraan. Hoe ziet het trainingswerk eruit in die dagen? Tot 15 of half januari? Nou, we gaan zeker nog een week doortrainen. En flink ook, aankomende week. Dat is belangrijk. 2 weken kerst met familie, vrienden, af en toe een biertje en een etentje. Moet je zeker doen, heb ik ze ook verteld. Maar we gaan geen 3 weken vrij krijgen. Want dat is niet goed voor je lichaam, dat is te lang. 2 weken en daarna weer aansluiten, gelijk 3, 4 januari weer vol aan de bak. En dan heb je die conditie echt nog wel in je lichaam zitten. Maar ik weet zelf als speler dat het heel belangrijk is om even 2 weken rust te krijgen. En sommigen die gaan trouwens ook nog even de sportschool in en zo. Om zichzelf ook gewoon op een andere manier fit te houden. Ron, jij laat Tim de trainingen meestal doen, hè? Ja, correct. En hoe kijk je dan voor de wedstrijd naar de ploeg? Overleg je dat nog heel even met elkaar? Wat we doen is eigenlijk 2-3 keer elkaar bellen. Af en toe kom ik naar de training toe en we bespreken de tactiek samen. Door het uiteindelijk is Tim de eindverantwoordelijke. En dat steentje wat ik kan bijdragen, ben ik alleen maar blij mee. Nou, voorbij de hele fijne feestdagen en dan heel graag tot in januari.